Vandaag was het de Eureka Challenge. Dat is een wedstrijd voor jonge onderzoekers aan de KU Leuven die op een grappige manier hun onderzoek komen uitleggen aan eigenlijk een heel breed publiek. Dat is onderdeel van ons Eureka-programma. Het Eureka-programma is een programma voor alle doctoranden en alle postdocs aan KU Leuven. En het heeft als doel om hen te helpen een breed profiel te ontwikkelen. Wat bedoelen we daarmee? Dat ze zich niet enkel op hun onderzoek gaan focussen, maar ook andere vaardigheden gaan ontwikkelen. Just bend the pizza along its length, and things change. The pizza keeps up, and the cheese and pepperoni, they now stay on the pizza. Het is plezant om iets te kunnen uitleggen aan uw medemens, terwijl dat het, als wiskundige, het komt misschien een beetje knullig over, maar als wiskundige word je heel vaak geconfronteerd met het feit van, wat doet je nu eigenlijk? Je kunt daar zelden of nooit iets op antwoorden. Maar nu eigenlijk, na vanavond, weet ik wel ongeveer hoe dat ik het kan uitleggen aan andere mensen. And I can kill you and everyone else will be unharmed. So I think the takeaway message from this is that may the force be with us to the fight against cancer. Now I move on. So what I really want you to remember after this presentation is why it's important that we take the next step in healthcare and especially brain monitoring. Ik vind eigenlijk het belangrijkste is hoe we tegenwoordig de wetenschap zien. Het zijn ofwel saaie scientific papers die ofwel niemand leest, ofwel een paar researchers. Maar gewoon de mensen thuis, familie, vrienden en iedereen. Als die nou coole wetenschap willen zien, dan is er niet zoveel over. En vandaar dat toen ik ook dit gewoon langs zag komen in de mailbox, dacht ik, hier moet ik zeker aan deelnemen. En het is zo dat sowieso filmpjes maken is ook eigenlijk al mijn hobby, zo met coole effecten. Dus ik dacht, dit is wel de kans om eens echt wat cools te laten zien en hopelijk slaat het aan. Dus, That controls his hand muscles. Dus het is een andere manier om te kijken naar uw eigen onderzoek. Dus we hebben eigenlijk voor de eerste keer gezien dat eigenlijk ons onderzoek toepasbaar is eigenlijk voor een iets groter publiek. We became very good friends. Everyone. Everyone became very good friends. It's unbelievable what one day together does. One day and 2 hours. Yes, in 2 hours you really get to know a lot of different cultures, like Portuguese, but that's it. And that's are you a football fan? I'm a perfect boyfriend, but no one knows yet. Boyfriend? I'm a great football fan. I'm a huge football fan. Forza Portale! Forza Portale! I love it. I'm always following my game. What team are you fan of? Porto. So it's really cool. It's the best. Het waren echt 6 goede kandidaten. Ook over een heel diverse thema's dat ze gesproken hebben. En we waren echt heel aangenaam verrast door de onderwerpen en ook door de stijlen van presenteren. Er waren heel persoonlijke dingen bij, heel entertainende en flashy dingen. Dus dat was echt heel leuk om te zien. Onze first place is voor Bart.